Het geneesmiddel van de week is simvastatine en het aanverwante atorvastatine. Waarom simvastatine en atorvastatine? Statines in het algemeen horen tot de meest gebruikte geneesmiddelen wereldwijd. Simvastatine en atorvastatine samen worden door ongeveer anderhalf miljoen Nederlanders gebruikt. Iedere dokter die medicatie voor gaat schrijven, zal patiënten tegenkomen die ook simvastatine of atorvastatine gebruiken. Het is dan ook goed om iets over deze geneesmiddelen te weten. Simvastatine en atorvastatine zijn cholesterolverlagers. De belangrijkste indicatie is dan ook hypercholesterolomie. Niet iedereen met een verhoogd cholesterolgehalte hoeft echter behandeld te worden met medicatie. Je kent wel de score-risicotabellen, waarin inschatting gemaakt wordt hoe hoog het algehele risico op hart- en vaatziekten is. Aan de hand hiervan wordt besloten of iemand voor farmacotherapie in aanmerking komt. Mensen met familiaire hypercholesterolemie, afgekort FH, de meest voorkomende monogenetische erfelijke aandoening, moeten wel altijd behandeld worden, onafhankelijk van de overige risicofactoren. Daarnaast worden mensen die al hart- en vaatziekten hebben, dus in het kader van secundaire cardiovasculaire preventie, of mensen met een heel hoog risico op hart- en vaatziekten, zoals mensen met diabetes, ook behandeld als de cholesterolwaarden eigenlijk in het normale gebied vallen. Hypercholesterolemie kan het gevolg zijn van een ongezond dieet. Echter, met een gezond dieet kan er alsnog sprake zijn van hypercholesterolemie. Dit komt doordat het grootste deel van het cholesterol in het lichaam zelf gemaakt wordt door de lever. Het snelheidsbepalende enzym van deze synthese is het enzym HMG-CoA-reductase. Symfastatine en Atorvastatine remmen dit enzym. Hierdoor daalt de cholesterolsynthese en uiteindelijk de synthese van de low density lipoprotein of LDL, het lipoproteïne deeltje dat het meest verantwoordelijk is voor hart- en vaatziekten. Ook de productie van zogenaamde isoprinoïden, kleine signaaleiwitten, wordt hierdoor geremd. Hier worden de veelgenoemde pleiotrope effecten van statines aan toegeschreven, zoals anti-inflammatoire en antistollende effecten. Er zijn aanwijzingen dat door deze zogenaamde pleiotrope effecten het risico op hart- en vaatziekten mogelijk nog meer vermindert dan alleen op basis van de cholesteroldaling verwacht kan worden. Simvastatine en Atorvastatine zijn lipofiele statines. Dat wil zeggen dat ze door het lichaam omgezet moeten worden tot een wateroplosbare stof om door de nier uitgescheiden te kunnen worden. Het belangrijkste enzym voor deze omzetting is CYP3A4 of CYP3A5. Dit betekent dat geneesmiddelen die CYP3A4 induceren of remmen, de bloedconcentratie van simvastatine en atervastatine kunnen beïnvloeden. Kijk voor meer informatie nogmaals naar het filmpje van Carbamazepine of Ritonavir. Ook voedingsmiddelen kunnen een effect hebben op CYP3A4-activiteit. Het bekendste voorbeeld is kreepvroet. Kreepvroet remt de CYP3A4-activiteit, waardoor het dus langer duurt tot geneesmiddelen die via CYP3A4 worden afgebroken het lichaam verlaten. Voor symfastatine is het effect wel eens onderzocht. Vrijwilligers dronken dagelijks 200 ml, dus 1 glas, kreepvroetsap. De blootstelling aan symfastatine werd 3 maal zo hoog. Overigens bleek dit effect vooral via cyp 3 a 4 in de darmland te gaan. Patiënten die simvastatine gebruiken, kunnen dus beter geen kreepvoed eten. Mensen die graag kreepvoed eten of een geneesmiddel met een klinisch relevante interactie gebruiken, worden daarom vaak naar pravastatine of rozevastatine omgezet. Pravastatine en rozevastatine zijn twee andere veelgebruikte statines omdat dit hydrofiele geneesmiddelen zijn, is het metabolisme veel simpeler, zoals je hier op het plaatje ziet. CYP3A4 speelt hierin dus geen rol. Veelgenoemde bijwerkingen van statines zijn leverenzymafwijkingen en spierpijnklachten. Rhabdomyolyse, dus zeer ernstige spierschade met CK-stijging, komt gelukkig maar heel zelden voor. Spierpijnklachten zijn het vaakst redenen om te switchen naar een andere statine of helemaal te stoppen met statinetherapie. Omdat statines bekend staan om spierpijnklachten, worden spierpijnklachten waarschijnlijk wel vaak ten onrechte aan de statine toegeschreven. In de grote statinetrials die de effectiviteit van statines hebben aangetoond, bleek spierpijn in de placebo-arm van de statinetrials ongeveer even vaak voor te komen. Om vast te stellen of spierpijn daadwerkelijk door de statine komt, is een N1-trial een mooie methode die ik nu zal laten zien. Een artikel waarin deze methode werd toegepast op spierpijn bij statinegebruik, zie je hier. Patiënten kregen drie perioden afwisselend statine en placebo, met tussendoor een wash periode dus even zonder behandeling, en mochten dan aangeven wanneer ze last hadden van spierpijn. Hier zie je de resultaten. Op de x-as zie je de zes verschillende periodes op de y-as, de score die gebruikt werd om de spierpijn te scoren. Hoe hoger, hoe meer klachten. Rondjes geven statinebehandeling weer, vierkantjes placebobehandeling. Je ziet in één oogopslag al dat voor geen enkele patiënt de spierpijnklachten structureel samenhangen met statinegebruik. Als voorbeeld is een patiënt gemarkeerd die zowel met als zonder statine geen klachten aangaf tijdens een bepaalde periode. Dan andere patiënten, zowel met statine als met placebo, eigenlijk evenveel spierpijnklachten aangaf. Het is goed om patiënten dit uit te leggen en altijd te motiveren voor een rechallenge naar eerdere spierpijnklachten. Een laatste opmerking over het tijdstip van de toediening van simvastatine en atrofastatine. Patiënten weten vaak dat dit het beste s'avonds kan. Dit staat ook in de bijsluiter en wordt vaak in de apotheek verteld. Hoe zit dat nou precies? Omdat de cholesterolsynthese met name s'nachts plaatsvindt, is avondinname met de piek in medicatieconcentratie in de nacht iets effectiever. Dit is in een gerandomiseerde studie uitgezocht. Het is wel zo dat het verschil maar enkele tienden millimol per liter LDL-cholesterolverlaging bedroeg. Daarentegen is s'avonds innemen, zeker als de overige medicatie in de ochtend wordt genomen, voor sommige patiënten lastiger vol te houden. Dan is het dus geen probleem als de patiënt het middel toch in de ochtend inneemt. Het is natuurlijk veel schadelijker als een middel regelmatig vergeten wordt. Samenvattend zijn simvastatine en atorvastatine zeer veel gebruikte geneesmiddelen. Omdat CYP3A4 een belangrijke rol in het metabolisme speelt, moet opgepast worden bij medicatie of voedingsmiddelen zoals grapefruit die CYP3A4 remmen of induceren. Spierpijn is een vaak gemelde bijwerking, maar dit wordt ook vaak ten onrecht aan de statine toegeschreven. Hoewel in theorie inname in de avond leidt tot meer LDL-cholesterolverlaging, is het niet zo heel erg als het in de ochtend wordt ingenomen als dit een therapietrouw ten goede komt.